Hey, jij wordt modeontwerper, hè? Hoe vind je nou, hoe vind je dat kwijt zien? Wat vind je hier nou van? Wat voor een beroep heb ik nu? Weet je dat? Minister-president, toch? Nou, dat zou ik graag willen, maar dat is nog niet zover. Oh. Nou, maar het zit wel in de buurt. Hier tegenover, hè? Er zit de Tweede Kamer en daar werk ik. En weet je wat ik dan doe? Heel veel koffie drinken. Oh, ja. En ook luisteren naar de mensen. Ja. Ja, dat klopt. Nee, dat is heel belangrijk wat je zegt. Weet je wat een premier is? Baas van een land. Ja, heel goed. Zou je willen zijn? Baas van het land? Nee. Waarom niet? Ik vind het niet zo leuk. Hey, maar als je nou de baas van Nederland was, wat zou je dan zeggen van nou, dan zou ik in ieder geval dat doen? Ik zou ervoor zorgen dat er geen armoede is meer in Nederland. Of goed onderwijs voor kinderen. Ik zou doen dat kinderen niet meer, zeg maar, gepest worden. En dat jongere kinderen vaker bij oma's en opa's langs gaan die het niet gezellig hebben. Ervoor te zorgen om niet te schelden. Zo, wat hebben jullie wel hele goede ideeën, zeg. Jij wordt modeontwerper, hè? Hoe vind je nou, hoe vind je dat kwijt zien? Wat vind je hier nou van? Is dat nou, of zeg je van, helemaal niks. Ja, nou wil ik eigenlijk wel jouw advies hebben. Ik ben even aan het nadenken. Ja, dat doe maar eens. Dat geeft niks. We wachten gewoon even. Dat kost ook tijd. Nadenken, dat doe ik ook altijd. Ik vind het wel mooi. Oh, ja, dat vind ik wel heel lief. Misschien is het wel een keer te leuk om dan een spijkerbroek. Mm-hmm. En dan misschien wel gewoon met een jasje en een blouseje. Oké. En schoenen? Nette schoenen of sneakers? Nette schoenen. Ja, dat is ook. Jij vindt mij niks voor sneakers? Jawel, maar nette schoenen, zeg maar, dat is netter. Beetje met sneakers naar de Tweede Kamer, dat staat ook een beetje raar. Nee. Dus dat moet maar niet. Nee, sneakers. Hoe kan ik zoiets doms zeggen? Heb je nou een heel goed advies voor mij? Wat vind je nou dat ik zou moeten gaan doen? Dat de straten, maar ook de lucht schoon blijft. Dus misschien met fabrieken, want er komt heel vaak heel veel vuile lucht uit en zo. Ja. Hey, hoe belangrijk vinden jullie leren? Ik vind wel dat het gewoon nodig is. Anders krijg je later misschien geen goede baan of geen leuke baan, wat je zelf eigenlijk helemaal niet wou. En tot hoe oud vind je dan dat iedereen naar school moet? 22 jaar ongeveer. 22 ongeveer. 1 jaar is te weinig. Ja, dat is wel. Maar 1 jaar kun je niet zomaar in 1 keer dierenarts worden. Nee, want misschien leren de anderen nog wel hele moeilijke woorden die je zelfs niet weet. Ja. Heb je nog een vraag aan mij? Ja. Goed, dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Donald Duck of Donald Trump? Donald Duck. Oké. Okay. Ik heb nog een vraag. Ja. Waarom heeft u een rode tomaat? Ja, we moeten iets hebben als mensen dat zien, dat ze dan meteen aan mijn politieke partij, de SP, denken. Toen hebben we ooit een keer een tomaat bedacht. En als iedereen nu een tomaat ziet in de vorm, dan denk je van, hey, dat is blijkbaar van de SP. Hey, mag ik jullie ontzettend bedanken? Ik vond het echt helemaal te gaaf. Ik ook.